Ja, hallo allemaal, welkom terug. De planten van de Cocoloco-serie doen het allemaal goed op 1 na. Op beter gezegd op 2 na. Eén ricotta is uitgekomen, zoals je kunt zien. Dat is de Serra. De ricotta San Isidro is niet uitgekomen. Echter, er groeit hier een klein plantje dat ik niet gezaaid heb. En voor een paar weken terug heb ik toevallig iemand gesproken die voor Plagon werkte. Hij zei tegen mij dat dit een steriel medium was. Echter, omdat er dingen ingroeien die ik niet gezaaid heb, kan ik het niet steriel noemen. Buiten omdat het is coco. Dat is een potgrondvariant, dus het is sowieso niet steriel. Maar hij zei tegen mij in ieder geval dat er geen zaden in zaten of geen dingen in zaten wat een test kon beïnvloeden. Echter, er groeien dingen in. Maar dus in dit geval kan ik dus al niet zeggen dat het steriel is, omdat er iets anders ingroeit dan ik gezaaid heb. Maakt voor mij trouwens helemaal niks uit. Maar buitenom dat, de planten groeien er goed op. Ja, ik ga ze nou switchen van voedingsstoffen. Maar ik ben dus aan het zoeken welke voedingsstoffen ik ga geven. Over het algemeen, de planten zien er allemaal goed uit. Ze zijn allemaal groen, dus ze nemen de voedingsstoffen op de juiste manier aan op. Echter, ik wil ze wat meer voeden, zodat ik wat meer een explosievere groei zie. Ja, dat is in principe hetzelfde als met de kerstbal challenge bal plant. Veel mensen schrikken ervan hoe hard dat hier groeit. En dat komt gewoon omdat ik gewoon een custom mix aanmaak gebaseerd op hoe een plant eruit ziet. Nogmaals, die staat wake up of grow stage. En daar staat het duidelijk bij, omdat je kunt gewoon niet afgaan van een week. Deze planten die groeien niet binnen 12 weken tot een volledige plant die het vruchten zijn. Dat heeft een paar maanden nodig. Beter gezegd, het heeft bijna 6 tot 9 maanden nodig, afhankelijk van het soort. Dus ik wil wel een early grow run, maar dat is gewoon 7,5, 10, 2,5. En ik vind dat gewoon net iets te hoog. Dus ik ga het customizen en ik ga gewoon naar 5, 5, 2,5. Dus dat is dan eigenlijk de dosering die ik ook nog eens een keertje gebruik voor de planten buiten. Maar dat is dan in principe gewoon de late growth van het drain to waste program. En dus ik hoef in principe niks speciaals aan te maken, maar ik zal even goed even een vers kannetje aanmaken. En ook daarbij gooi ik een beetje root booster, gewoon om een beetje te stimuleren. En om ervoor te zorgen dat planten gewoon beter hun wortels ontwikkelen. Want dat is iets wat heel erg belangrijk is. Ik hoor dat en zie dat heel vaak op de groep. Mensen toch wel schrikken van de explosieve groei. En het implanteren van een techniek of een voedingsstof of wat dan ook. Dat moet je wel in stappen doen. Je kunt niet gewoon even zeggen, ik gooi een doppeltje van dit erbij, een doppeltje van dat erbij, of wat dan ook. Dat schiet gewoon niet op. Je moet gewoon op de juiste stappen werken. En in het begin groeit het gewoon langzaam. Maar op een gegeven moment zie je dat het gewoon opgebouwd is, de wortelstructuur opgebouwd is. En op een gegeven moment zie je die plant gewoon gaan. Dan gaat het poef. En dat is dus ook wat met deze plant gebeurd is. Ik heb hem laten opbouwen. Dus gewoon heel voorzichtig. Gewoon met een root booster alleen maar zitten stimuleren. En daarna een beetje voeding gegeven. En nu ben ik dus gewoon mijn dosering aan het geven, waardoor de plant explosief gaat groeien. En nogmaals, hij heeft echt een gigantisch grote bladeren ontwikkeld. Hij heeft een dikke stevige stam ontwikkeld. En hij is gewoon lekker hard aan het groeien. Dit is overigens de kerstbal challenge. Die is opgericht geworden door Erik, de moderator van onze groep. Peperplant kweken in een kerstbal. Het is overigens niet heel erg moeilijk, maar het vergt wel een hoop uitdaging. Omdat plastic heel erg heet wordt. Je kunt niet te veel water in het pot doen, want we hebben natuurlijk begrenzingen. Je mag aan de onderkant van de bal niks modificeren, dus het water kan er niet uitlopen. Dus er zijn toch wel uitdagingen waar mensen op rekening mee moeten houden. Maar buitenom dat, als je de juiste techniek op volgorde toepast, zul je zien de plant ontzettend hard groeien. En zeker op voeding, zoals ik had overal bij iedere plant had ik meerdere gezaaid en er waren overal meerdere uitgekomen. Dus normaal gesproken zaai ik ze apart en dan zet ik ze apart in potjes en dan heb je op het eind van het jaar. Of in ieder geval voor het seizoen heb je gewoon 5 verschillende planten en dan kun je er wat mee doen. Of je kunt ze weggeven of je hebt gewoon 5 verschillende planten. Maar omdat deze planten dus voor de winterperiode zijn, heb ik dus de planten uitgedund. Ik heb ze gewoon echt letterlijk weggeknipt. Want dat is één probleem als je heel veel planten bij elkaar zaait. En je probeert het uit te plukken. Dan trek je niet alleen de wortel kapot van de plant die je weg wilt halen, maar vaak beschadig je de rest ook. Dus dat wil ik niet, dus meestal knip ik het gewoon weg. Ik weet dat sommige mensen er niet tegen zijn, maar op het einde van de dag hoef ik maar één plant van ieder te hebben. Omdat een kameraad van mij dezelfde plant aan het kweken is, als bij mij een plant doodgaat, heeft hij de planten. En als bij hem de plant doodgaat, heb ik de planten. Zo simpel is het gewoon.
Maar ja, zoals ik net al zei, ik ga een nieuwe voeding aanmaken. En ik ga dus gewoon 5-5-2,5 aanmaken. Gewoon lekkere, milde dosering. Ook maak ik nog even goed nog een kan aan van 2,5-2,5-2,5. Voor deze twee planten. En de rest krijg ik gewoon de nieuwe voedingsstoffen. En ja, hopelijk doen ze het er goed op. Ze krijgen vandaag gewoon weer een shot. Ik heb ze eergisteren allemaal water gegeven. Alleen water om te flushen. En dat betekent dat je gewoon de voedingsstoffen ja, niet uitspoelt. Maar gewoon dat het gewoon meer verdund is. En geen ophoping kan veroorzaken. Dus ik ga eerst even een nieuwe mix aanmaken van 5-5-2,5. Dan krijgen de grote plantjes hun eerste dosering. Oké, ik heb twee jerrycans of melkflessen aangemaakt. Deze is 2,5, 2,5, 2,5. Deze is 5, 5, 2,5. Ik zal hier de formule plaatsen wat het werkelijk is, omdat het 2 liter flessen zijn. En niet 3,78 of 3,79, whatever een gallon is. Maar nogmaals, ik zal hier dus de formule plaatsen. Echter, de planten die groeien er redelijk goed op die 2,5, 2,5, 2,5. Maar de grotere planten hebben wat meer nodig, want ze gaan steeds meer vragen. Omdat er gewoon geen voedingsstof in de kokervezel zit. Maar er was dus een vraag omtrent de Plagon Coco Premium. Waarom voeg ik er geen per liter toe? Ik vond het eigenlijk best wel een goede vraag. Een hele simpele reden is, dit product kost 10 euro. Ik heb van begin af aan gezegd, ik ga dit gewoon testen om te kijken of het rendabel is voor het aankomend jaar. Presteert het beter dan gewoon simpelweg uitgeputte potgrond? Want het is niet meer dan dat, omdat het gewoon volledig voedingsvrij is. Het zou ook steriel moeten zijn, maar nogmaals, er groeien kleine plantjes in die ik niet gezaaid heb. Maar buitenom dat, het is evengoed nog een tientje per 50 liter. Dus wanneer ik een product aan toe moet gaan voegen om de planten beter te laten groeien, is het voor mij dus niet rendabel genoeg om met dit product verder te gaan. Nogmaals, het is een simpele test om te kijken of dit product werkt voor mij en voor een aantal mensen die aardig ziek zijn. En die liever niet met potgrond of wat dan ook in hun huis willen werken. Omdat het tegen hun gezegd werd dat dit product redelijk schoon is. Of beter gezegd, schoon genoeg is, zodat er geen schimmels of wat dan ook in kunnen groeien. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus terugkwam op die schimmel die hier aan toegevoegd is geworden. Want sommige mensen kunnen niet tegen sommige schimmels of sommige bacteriën en kunnen er behoorlijk ziek van worden. Schijnbaar zit hier een product in wat dus schimmels of bacteriën doodt. Whatever. Nogmaals, ik weet het niet allemaal 100% zeker, want op de website van de meeste webshops geven ze aan dat hier een schimmel in zit. Plagon zelf zegt het niet op hun eigen website. Dus er is een beetje een verschil of een beetje war informatie. Best frustrerend, ook met het pH-verhaal. Een gebruikproduct mag niet boven de 6,5 zijn. Echter, het product van zichzelf kan tussen de 6,1 en de 7,3 of 7,5 zijn, whatever. Dus ja, dat is dus de reden waarom ik wil gaan testen. En nogmaals, wanneer ik per liter aan toe ga voegen, dan krijg je een product met een toegevoegde waarde. En dan ben je niet het product op zichzelf aan het testen. Dus voor mij is het gewoon simpelweg kijken, werkt het product op zichzelf? Of moet ik het volgend jaar wel toevoegen? Want dan kan ik net zo goed gewoon potgrond uitputten. En dat scheelt mij aanzienlijk kosten. De kokervezel die ik een aantal jaren geleden gebruikte, die had gewoon ontzettend dikke stukken vezel erin zitten. Echt waar, dan kon je gewoon uit elkaar trekken. Het was net gewoon kokohusk, dus gewoon echt de grove variant ervan. De wortels die kunnen er doorheen groeien. En dat is hetzelfde ook wanneer het daar ook zomer is en je hebt een dikke plant hierin staan. Ja goed, dit spul is zo fijn. Ik weet niet of het de stevigheid kan bieden dat een plant nodig heeft. Dus, maar het staat vast. Dus het staat vaster dan gewoon simpelweg in, op de Kretkin methode. Omdat gewoon de wortels gewoon los
in de pot hangen. En dat is ook een van de redenen waarom je op een gegeven moment de pot moet verstevigen en ervoor moet zorgen dat de plant gewoon stevig vaststaat. Hierin hoef je dat niet. En dit is ook een van de voordelen van dit systeem. Je kunt gewoon je plant laten groeien op de volledige hydroponics voedingsstoffen. En je hoeft dan niet de dosering te halveren omdat het op pot gewoon groeit. Dus dat is ook de reden waarom ik dus aankomend jaar met dit spul wil gaan werken. En niet met Drain to Waste wil gaan werken. Of de dosering van Drain to Waste wil gaan werken. Ja, op dit moment, het groeit gewoon goed. Ik heb geen schimmels gezien. Ik heb geen funky groei gezien of wat dan ook. Ik heb net trouwens bij de grote planten 40 tot 50 milliliter voeding gegeven. De kleintjes heb ik ook 20 tot 40 milliliter voeding gegeven ongeveer. Ik laat ze nou gewoon weer een week groeien. En ik ga gewoon weer een week verder kijken wat het doet. Ze staan hier overigens voor het raam. Ik heb er geen speciale lamp voor aangezet. Ik heb mijn tent afgebroken omdat er gewoon helemaal niks meer in staat. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon natuurlijke groei. Maar ik zeg dit vaker, bij startende planten wil je eigenlijk niet hebben dat de planten ontzettend hoog zijn voordat de plant hun ware set bladeren begint te ontwikkelen. Dus deze hier. Ik zeg meestal, wanneer je je vinger ernaast houdt, wil je dus eigenlijk dat de eerste notes, dus de eerste ware set bladeren, begint te ontwikkelen. Dus op de dikte van je vinger. Dat kan natuurlijk een uitzondering zijn. Dat is natuurlijk weer een annum. En die moeten altijd uitzonderingen zijn. Die zijn ongeveer ietsjes hoger, ongeveer de helft meer dus. Maar over het algemeen groeien ze gewoon goed in de volle zon. Jullie kunnen gewoon eventueel de feedchart gewoon aanhouden als jullie even ver zijn. En jullie zouden eventueel naar nummertje 2 kunnen gaan, dus 7,5, 10, 2,5. Of je kunt ervoor kiezen om 5, 2,5 te gebruiken. Wanneer de planten ongeveer op deze hoogte zijn, dan stap ik over naar 7,5, 10, 2,5. Of ik kies ervoor om gelijk naar 10, 10, 5 te gaan. Maar zoals ik al vaker zeg, peperplanten kun je niet meer handelen op weken zoals hier staat, maar op growth stage, dus op de groeifase. Het belangrijkste is gewoon ja, uit te zoeken welke groeifase je zit. Dit noem ik nog een kiemling, een zaailing. Wanneer ze hun eerste set, echte trouwe set of eerste set bladeren hebben, dan zou je één stap verder kunnen naar early growth. Wanneer ze zo groot zijn, dan kun je naar late growth. Maar er zit altijd wel een fase op de feedchart waarbij jouw plant thuis hoort. Dus het is gewoon even een beetje inschatting maken. Ik kan ook niet alles uitleggen, want bij iedere plant is het natuurlijk een beetje anders. Dus, want hetzelfde ook bij deze en deze plant. Die vallen dus nog altijd bij deze mix. En de andere vijf, die zitten alweer één dosering hoog. Dat is dus ook een van de redenen waarom ik dus 5 tot 10 verschillende jerrycans heb. Ik hoef maar even de jerrycan te pakken met de formule die ik nodig heb. En huppakee, ik hoef maar te geven. Maar deze planten gaan weer lekker genieten van het zonnetje. Dus ik ga ze weer lekker voor het raam zetten. En dan kunnen ze weer gewoon lekker groeien. Ik heb ze dus voeding bijgegeven. De eerste vijf zijn alweer een dosering omhoog gegaan. En hopelijk zien we binnen een hele korte periode resultaat. En dan zal ik weer een nieuwe update plaatsen van de Cocolocus-serie. Nogmaals, voor de mensen die vragen hebben of wat dan ook, meld je aan op de Dutch Pepper Lover Facebookgroep. En dan zet die onder in de reactielijst. En ik zal zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Maar dat was het in ieder geval. Dus tot de volgende keer.